15 jaar geleden maakte het programma Star Maker 7 jongeren in één klap beroemd. In nog geen 3 maanden tijd werd de groep Chaotic een van de grootste popsensaties van Nederland. Ja, dat was één grote gekte. Mensen gingen in bomen hangen, klommen over mijn hek heen. What the fuck? Wat gebeurt hier? En daar waar je denkt dat je niet echt naast je schoenen loopt, doe je dat toch wel een beetje. Maar ondanks hun populariteit besloot de groep al na 2 jaar uit elkaar te gaan. Ik weet nog wel dat het heel logisch was dat ze uit elkaar gingen. Op een gegeven moment is de lol er wel een beetje vanaf. De muziek die wij spelen druist geheel tegen mijn smaak in. Het was sowieso niet echt mijn ding, die muziek. Het strookt geheel niet met mijn persoonlijke visie. 15 jaar later vertelt de band alles over hun leven in Chaotic. Ja, kom op zeg. Waarom mag ik nou niet zingen? En hoe het is om het na 15 jaar allemaal nog eens over te doen. We zitten met een groep van 7 enorme persoonlijkheden. Je bent niet een leadzanger. En dan is de vraag, hoe gaat dat dadelijk uitpakken? Op dit moment is Chaotic hard aan het repeteren voor hun reunieconcert in de Heineken Music Hall. Ja, allemaal! 15 jaar geleden stonden ze hier al 2 keer voor een uitverkochte zaal. Iets waar ze een paar maanden eerder niet van hadden durven dromen. Totdat ze een oproep zagen voor een nieuw tv-programma, Star Maker. Ik was 16 toen ik hoorde over de audities. Dat was toen gewoon op televisie, zag je reclame. En ik was al zoveel bezig met zingen. Ik zat in een meidengroepje. Ik zong met een rapper. Ik zong met een meisje achter de piano. En toen kwam dat voorbij en er stond van, wil jij zangeres worden in een popgroep? Ja, dat wilde ik natuurlijk. Ik doe mee omdat ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. Ik heel graag wil zingen en alleen maar wil zingen. En ik denk dat het echt iets voor mij is. Ik vond het heel interessant. Ik weet dat mijn zus zei, ik wil iets anders kijken. En ik zei, nee, dit moet ik zien. Dag daarna op school formulier uitgeprint, 14 kantjes. Het was 2 keer toe ingevuld. En toen daarmee naar mijn moeder toe gegaan en gezegd van, mam, ik wil me hiervoor opgeven. Ik had zoiets van, ja, dat gaan we niet doen. Want ik wil niet in een popgroepje dansen. De Backstreet Boys-achtige dingen in mijn hoofd. Denk, ja, dat ligt me niet. Allemaal te gek, maar het ligt mij niet. Totdat op een gegeven moment mijn moeder zei van, weet je, die had ook dat spotje gezien van, ja, meld jij gewoon aan, joh. Wat kun je het schelen? Ik bedoel, ja, voor hetzelfde geld word je uitgenodigd, niet. Allebei prima. Ik wil graag meedoen aan het programma Star Maker. Nou, waarom? Omdat muziek is mijn leven. Ik ben er heel erg fanatiek mee bezig. En ik hoop dat we elkaar snel een keer zien. Dus. Ik moest een videoband insturen, heel ouderwets natuurlijk nog, met wat dingen van jezelf, een liedje, wat zang en gewoon wat woorden, zodat ze konden zien wie je een beetje was. Ik snapte dat natuurlijk weer niet, dus ik had gewoon de videoband ingesproken. Het moest eigenlijk gezongen worden. In mijn slaapkamer hebben we 2 liedjes opgenomen. En die heb ik 100.000 keer overgedaan. Dat was, ik kon er niet zo goed gitaar spelen en ook niet zo goed zingen, vind ik. Ik zat lekker, goedemiddag, weer eentje Kramer. Ik ben 20 jaar. En dus dat kreeg ik later nog wel te horen van, ja, waar je jouw videoband op zette was alleen hoe je heette. Ja, weet ik veel. Dus nee, dat was een beetje grappig. Maar ja, ik werd wel uitgenodigd. Ik was vrij laat, op het laatste moment, dat weet ik nog. Dus met mijn moeder moest ik haasten naar het postkantoor om die videoband nog op tijd op de bus te krijgen. Want anders had ik het nooit gehaald, denk ik. En volgens mij stond ik onder de douche toen mijn moeder belde, toen ze iemand van John de Mol Productions aan de lijn had, dat ik mag komen naar de auditie in Hilversum. Maar de eerste auditie, toen kwam ik aanlopen en toen was er meteen al een camera.
Nou, dat vond ik wat, jongen. Echt een huge camera. Als je aan kwam lopen en ik met mijn ouders en al die mensen daar. Ik vond, het was ook allemaal zo wazig, want ik ging er maar heen en ik verwachtte er eigenlijk helemaal niks van. Sowieso niet. I just want to be famous, goddammit. Ja, ik vond het wel bizar dat ik, volgens mij hebben we toen een brief gekregen of we werden toen, ik weet het niet meer, zoiets, dat we dan mochten komen. Dat vond ik al heel raar. Ja, ik kom uit Limburg, wat moeten ze daarmee, weet je wel. Het was echt een officiële auditie met allemaal mensen achter een tafel. Ik weet ook nog dat ik iedereen een handje ging geven. Achteraf hebben ze denk ik gedacht van, ga maar door, want we hebben nog meer mensen, weet je wel. Er waren natuurlijk hartstikke veel mensen die auditie kwamen doen. Scheid en scheid zenuwachtig. Moest ook nog in het Engels, geloof ik. Moest jezelf presenteren. I'm gonna sing Shackles from Mary Mary. I'm going up. Volgens mij weet ik het nog het beste dat ik Bushra zag. Zo'n heel klein wijfje met enorm veel haar. En die was toen al aan het tetteren en aan het lachen en met iedereen. Kon ze meteen heel goed opschieten. En ik, weet je, ik was nog een beetje zo blub toen. Ik was nog heel verlegen. En dat, toen wist ik ook nog dat ik Bushra zag. Dat ik dacht, dat kan ik helemaal niet zo. Ja, denk je dat je een kans maakt? Tuurlijk. Waarom? Waarom denk je dat je een kans maakt? Anders werd ik natuurlijk niet gebeld. Ik heb deed auditie en het ging vrij snel voor mijn gevoel. Dus de eerste auditie was rond. En ik moest twee nummers doen, maar ik moest nog een derde doen trouwens. Want ze wilden toch nog een ballad horen, dus toen heb ik Natural Woman gezongen. En werd daarna meteen apart genomen en was dus blijkbaar door die eerste ronde. Het was niet een idols auditie, zeg maar, dat mensen ook meteen een juryrapport geven, je bent door of niet. Het was gewoon, mensen zaten daar en die schreven wat op en je kon gaan, zeg maar. Ik hoorde wel iemand toen ik wegliep van zeggen van, he's good. En toen dacht ik van oké, als de rest er ook zo over denkt, dan zal het wel goed zitten. Toen kwam de tweede ronde als je daar doorheen was en dat was in het Spand in Bussum. Die theaterronde, dat kon me nog wel herinneren dat het een hele dag duurde. En dat ik het wel heel spannend vond omdat ik heel veel mooie mensen zag. En interessante mensen zoals Glennis Grace en dat ik echt dacht, wat doe ik hier? Ja, want er kwam iedereen die door was, die zag je dan. En ik denk dat er gerust nog wel 100 mensen of 150 mensen waren op dat moment die nog een auditie deden. De eerste keer dat je de zaal binnen ging om te kijken naar die andere groep, had je van, oh shit, dan moet ik laat ik ook staan. Die dag was ik echt super ziek. En ik ben nooit ziek, ik ben echt bijna nooit ziek, maar ik had echt koorts en ik moest pillen slikken de hele dag door. En toen op een gegeven moment, toen moest ik. En op een gegeven moment kwam er gewoon niks meer aan mijn strot. Hey, kom maar even bij, hoe ging ie? Sorry, wat zeg je? Niet zo goed. Mijn eerste woord was mijn vader heel trots op, was op televisie, kut. Dus dat... Ja, dat was ook erg leuk. Je zei kut, hè? Ja, nee, maar mijn stem ging steeds slechter en slechter. En... Oh, hoe komt dat nou? Ja, omdat ik weet niet. Nee, maar je hoorde wel zo... Als ik nu terugkijk, vond ik mijn auditie prima. Maar toen ik daar was, kwam er wel zoiets van, nou, waarschijnlijk een kleine kans, weet je wel. Hoeveel mensen zingen hier prachtig en zijn prachtig. Ik hoor echt de mensen stemmen en denk ik zo, oké, ik ga weer naar huis. Ook een grappig puntje was trouwens, is dat bij de tweede ronde, dat er toen dus overal van die brieven lagen met wat het eigenlijk precies inhoudt. Dus ik was 16 jaar, moet je voorstellen, dat mijn ouders met mij meegingen en op een gegeven moment liggen die brieven op tafel. En daar staat dus dan in van, nou, en dat je kind 3 maanden in zo'n huis gaat zitten. Dus dat was nog niet helemaal duidelijk tot op dat moment. Mijn veronderstelling was dat het een campus zou zijn en dat we door de week gewoon naar huis mochten. Niet dat het het Big Brother huis zou zijn. Dus daar schrok ik wel heel erg van. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, ik ben gek ook als ik het niet... mijn gut feeling zei dat ik het moest doen. Dus ik heb het gedaan. Na de auditierondes mochten 24 jongeren terugkomen naar het Mediapark. Toen kwam het moment. We zaten volgens mij met 24 mensen in één hokje. Te wachten op het antwoord. Wie er dan door waren. De 12 laatste mensen die dan het huis in mochten gaan. Toen moesten we met z'n allen naar een kantoor komen en daar lagen de gouden enveloppen.
En dan mocht iedereen één voor één een envelop openmaken. Wat hardcore eigenlijk ook. En dan stond erop van helaas of gefeliciteerd. Zoiets was het. Die laatste dag was eigenlijk best wel relaxed. Omdat het verhaal was dat er 6 jongens en 6 meisjes het programma in zouden gaan. En er waren nog 23 of 24 mensen over. Toen ging ik stellen, 6 jongens, 6 meisjes. En volgens mij telde ik maar 8 jongens. Ik had een aantal horen zingen, die dus niet in het huis zaten. En toen dacht ik van ja, zonde om mezelf, nou weet ik veel wat. Ik denk, nou volgens mij ja, kan ik dat of net zo goed of misschien nog net iets beter. Ik dacht altijd van ja, ik pas hier helemaal niet in. Want ik kom helemaal niet uit, ik ben niet pop. En Bart bijvoorbeeld was al best wel een poppie gast. Dus ik denk van nou ja, sowieso Bart, dacht ik. En ik was de eerste die te horen kreeg dat ik erin zat. Dus ik denk dat ik het minste spanning heb gehad van veel mensen toen. Ik vond het echt reet spannend, want ik had natuurlijk ook wat andere mensen in de tussentijd gehoord. Dus ik denk van, ja, kut. Ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Weet je, er zijn zoveel mensen die zoveel beter zijn dan ik. En dat waren ze ook hoor, trouwens. Maar ik was door, dus dat was echt helemaal te gek. We hadden van de week een klein waterlekje in ons huis. En toen stond de hele onderverdieping onder water. Dus we hebben een paar dozen kunnen redden. En toen vond ik toch zowaar de envelop. Waarin stond Rachel, gefeliciteerd. Rachel was voor mij, die was door. En ik weet nog wel dat ik met haar echt wel even een dingetje had van oké, leuk, ja, je bent ook door, ik ook. En achteraf weet ik van Anna dat zij dat zag en dacht, nee, die zijn al vriendinnetjes, helemaal niet leuk, weet je wel. Anna, gefeliciteerd. Ik las gefeliciteerd en een paar minuten later stond ik met iedereen die dan was uitgekozen, had iemand een gitaar of zo en begonnen we te zingen. You just call out my name and you know wherever I am. I come. En ik dacht echt, dit kan ik niet. Ik kan dit niet. Ik kan niet. Zijn dit de mensen? Niet omdat ik die mensen niet leuk vond, maar omdat iedereen dat ging zingen en ging doen. Dat was helemaal niks voor mij. Ik had alleen maar lol eigenlijk, vanaf het begin. Ook die laatste 2 weken, dat je nog naar school gaat, terwijl je weet dat je gaat stoppen. En dat je dus eigenlijk geen proefwerk meer hoeft te doen. Nou, ik zat een beetje te lanten van, het was alleen maar voorpret. En ik heb ook geen spanning gevoeld. Ik dacht van, hier gaan we. Ik weet nog wel dat er carnaval tussen zat. En toen had ik mezelf ingesteld van, nu ga je nog je laatste anonieme carnaval in, want ja, ik wist ook niet waar me te wachten stond. Niemand eigenlijk, maar je wist wel van ja goed, ja, wat het dan ook doet, je wordt wel enigszins bekend. Ik was nou niet iemand die echt in het straatje van doe je school en dan ga je lekker je studie doen. Dus ik was blij dat het een soort van eventuele optie gaf op een andere route in het leven, zeg maar. En ik denk dat ik dat daarom ook gewoon met beide handen aangepakt heb. Het was voor mij een soort van ontsnapping, denk ik. Ja. Op 3 maart 2001 was het dan eindelijk zover. Voor 12 ambitieuze jongeren ging Starmaker van start. Het grote moment is daar. Hier staan de 12 talenten. En de 12 talenten gaan zo direct hun intrede maken op de Star Campus. Ja, toen begon het avontuur eigenlijk. Met mensen die je eigenlijk niet kent, maar omdat je toch met z'n allen in hetzelfde schuitje zit, ja, dan heb je toch een samenhorigheidsgevoel vanaf dag 1. Met de een wat meer als met de ander. Gelukkig zijn die uiteindelijk ook in het groepje terechtgekomen. Ik mocht het huis in, maar nog steeds geen idee waar ik aan begon. Maar ik weet nog wel heel goed inderdaad het moment dat we dan dat huis in gingen. Een van de eerste herinneringen die ik daaraan heb, is dat we allemaal dat huis in gingen. Dat was bizar hoe dat eruit zag. Is dat allemaal voor ons? Gaan we hier echt wonen? Maar tegelijkertijd was het dus weer dat sommige mensen van, oh, kijk hier, geweldig, oh wauw! En ik dacht echt zo, kut, ik kan dit niet, weet je wel. Dus ik voelde me totaal ongemakkelijk. We gaan met het huis in en een keuken en wat het huis en wow, gitaar en piano en een drumstel. Zo ging dat bij mij een beetje en oh, er is buiten een basketbal net, we kunnen buiten sporten en doen. Oh, dit is echt zo tof man dit. Wat zij niet weten,
En wat deze mensen allemaal ook niet weten, is dat wij nog een speciale verrassing voor ze hebben. We hebben namelijk iemand uitgenodigd. Ik weet nog wel dat ze tegen mijn ouders, tegen de ouders van de mensen, zeiden van wacht nog even, want er komt dadelijk een grote ster. En die hadden het al min 10, dus ze hadden zoiets van nou, die ster, die kan niet groot genoeg zijn. We willen eigenlijk gewoon uit, maar voor het plaatje moesten ze blijven. Ik bedoel, dat is televisie. Lionel Richie! En toen kwam er meteen Lionel Richie het huis in. Ja, dat was gewoon knetter eigenlijk. Ik denk dat het een beetje een roes is geworden. Dat we aan die piano stonden met hem, kan ik me wel herinneren. Toen de belofte gedaan, als hij weer terug in Nederland zou komen en hij ging spelen in de Ahoy, dat wij dan met hem mee mochten doen. En uiteindelijk is dat ook gebeurd. Hallo schat, ik zat midden in een verhaal. Na het bezoek van Lionel begonnen de jongeren aan hun alledaagse leven in het Star Maker huis. En dat was in het begin nog best even wennen. Het is natuurlijk niet normaal dat je ineens van je nuchtere leventje in een huis komt met overal camera's, alles wordt gefilmd. Dat was heel bizar. Je zit gewoon eigenlijk in een soort schoenendoos. Met ramen erin die geblindeerd zijn, waarvan je wel weet dat er altijd mensen achter zijn die jou aan het volgen zijn. We sliepen ook natuurlijk daar en dat was wel raar om te weten dat mensen dat ook konden zien. Ze konden alles zien. Die camera's kon ik me aan het begin wel heel goed herinneren dat ze je volgden en dat ze ook echt... aan het begin hoor je ze nog, zeg maar. Ik hoorde echt de hele tijd zo. Je hoorde ze je volgen. Dus dat was echt super irritant eigenlijk. Ik denk, ja, dat trek ik toch niet. Maar het gekke is dat na een paar dagen, ja, ben je zo met je ding bezig, heb je dat niet eens meer in de gaten. Je merkt het ook niet. Dat was het bizarre in het huis. Je weet natuurlijk niet wat er echt uitgezonden wordt. Je ziet die afleveringen niet. Dus je gaat je er ook niet naar gedragen. Je gaat gewoon je leven leiden in het Star Maker huis. Wat heel chaotisch was in het begin, want de programmamakers wisten volgens mij ook niet echt waar ze aan begonnen. En er was ook geen planning of zo. Dus iedereen ging voor mijn gevoel ook heel luid door elkaar heen zingen. Om te laten horen hoe mooi iedereen kon zingen. De eerste paar weken was het wel hectisch. 12 mensen, veel gekakel. En in de eerste week hadden we ook nog wel veel momenten voor onszelf, dus dan kon je ook nog wel eens een beetje vervelen. Aan het begin kon ik me wel herinneren dat ik dan kregen we allemaal opmerkingen en dan was er aan tafel gezegd tegen mij van ja, jij zit vrij veel op de bank, je doet weinig. Dat ik echt zoiets had van ja, maar wat moet ik doen dan? Ja, we mogen niks doen. We mogen niet schrijven, we mogen niet achter de computer, we mogen televisie kijken. We moeten rondjes gaan rennen. Ja, wat moet ik doen? Poppenkast spelen? We zitten hier 2 weken en we hebben echt geen pleuris laten zien. Ik hou dit niet vol, ik word gek zo. Maar toen kwam er dus echt een rooster. En toen werd het echt menens. Volgende week gaat het Star Maker avontuur echt van start. Als de band hun eerste single opneemt. Ja, ik vond het niet zo goed nummer. De jongens en meiden proeven voor het eerst van hun succes. Wat mogen we nou hier op het podium? We willen nog een keer. En de vonken slaan over in het Star Maker huis. Ik weet achteraf dat mijn zus zelfs even zitten toekijken op dat moment. Die had echt van, oh nee, ik mag het niet zien.